Rezi en Carmen, van 1985 zijn jullie hier weg en verschillende kanten opgegaan. Eén vraag die ons altijd blijft bezighouden. Wij doen ons best om leerlingen wat mee te geven. Kun je zeggen, in je opleiding, in je leven, in je werk, wat doet je denken aan Spes Nostra? Wat heb je van hier meegenomen? Rezi, jij eerst of ik? Doe maar. De ambiance. De tijd dat wij hier waren, was het een kleine schoolgemeenschap. Heel gezellig. Absoluut. Toffe leerkrachten, minder toffe leerkrachten ook. Leuke vakken, minder leuke vakken. Maar een heel goede herinnering. Absoluut. Wat mij ook vooral bijblijft, en dat is hetgeen die nu ook nog aan de orde van de dag is, zijn de waarden en de normen die wij hier eigenlijk meegekregen hebben. En het feit dat wij ons eigenlijk konden ontplooien zoals de mensen dat we nu zijn. Ik hoor mijn echtgenoten en nog een aantal andere mannen, als we ooit een keer samenkomen, zeggen van, jullie uit Spes, jullie zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus ik denk dat dat te maken heeft met de goede groep, de goede geest dat wij in die tijd hadden.